Welkom bij Regio TV aan tafel in Vierenland. Wij hebben twee onderwerpen voor u. Allereerst, onder het thema doorstroming tijdens corona in Rivierenland, praten we met Marjolein Klaassen van ziekenhuis Rivierenland. En we zijn te gast in Zinder, waar we praten met de directeur van het cultuurbedrijf Tiel. En dat is de heer Ruud van Zuilen. Dit en meer in deze aflevering van Regio TV aan tafel. Eerder hadden we contact met Marjolein Klaassen. We zijn natuurlijk benieuwd naar de hele situatie die er momenteel speelt in ziekenhuis Rivierenland. En we hadden een aantal vragen voor haar. Hoe gaat het in ziekenhuis Rivierenland? Dankjewel Tom. Het gaat goed in het ziekenhuis, dank je. Wat betreft de coronapatiënten is het echt een dalende trend. En zitten we eigenlijk op dit moment steeds onder de 5 patiënten die positief getest zijn. Dat betekent dat we met ingang van deze week kunnen stoppen met de cohortverpleging, waarin je een aantal coronapatiënten samen verpleegt. Iedereen kan nu weer op een eigen kamer geïsoleerd verpleegd worden. De gewone zorg, schiet die erbij in of is dat alweer op niveau? Sinds een aantal weken komt ook onze gewone zorg weer op gang. En dat is best lastig, want dat moet allemaal binnen die afgesproken 1,5 meter. De operatiekamers draaien weer meer diensten, ook polyklinisch. En ook de dagbehandeling is weer gestart. Deze week hopen de polies op ongeveer 60% te kunnen uitkomen. En voor mensen die toch nog angst hebben om naar het ziekenhuis of naar de dokter te gaan, heeft u daar ook een antwoord op voor? Wel zullen patiënten nu meer dan vroeger telefonisch ook afspraak krijgen en via beeldbellen als dat mogelijk is. Verder is het nog goed om te vertellen dat wij een screeningstent voor het ziekenhuis hebben staan. En iedereen die het ziekenhuis inkomt, komt via die tent waar we vragen stellen of mensen klachten hebben die eventueel op corona kunnen duiden. Als je dat allemaal niet hebt, krijg je gewoon keurig een sticker, mag je doorlopen. Maar dat betekent dat we op deze manier samen kunnen zorgen dat het ziekenhuis een veilige plek is. Dus moet je hier zijn, dan kun je hier met een gerust hart naartoe. Marjolein, dankjewel voor de toelichting. Eerder waren we te gast in Zinder. En we spraken daar met Ruud van Zuilen. Hij is directeur van het cultuurbedrijf Tiel, waaronder Agnietenhof en Zinder zelf vallen. En wij gingen met hem in gesprek over de situatie in Tiel en in zijn organisatie. Ruud, bijzonder hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Ja. Je hebt niet alleen betrokkenheid met Agnietenhof, maar natuurlijk ook met het cultuurplatform en uiteraard ook hier, Zinder. Ja, directeur cultuurbedrijf Tiel en daar valt Agnietenhof en Zinder allebei onder. Klopt. Ja. En de standaardvraag eerst, waar kom je zelf vandaan? Je bedoelt waar ik nu woon? Ja. Utrecht. Ja, en dat staat niet op de kaart? Nee, het valt buiten de kaart. Ja, maar al je bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk in Tiel? Ja, we hebben een hele grote regiofunctie. En die bestrijkt in ieder geval zo'n beetje het hele Rivierenland. Dus alle gemeentes die hier op tafel zichtbaar zijn in ieder geval. Maar feitelijk ook nog groter dan dat. Ja. Hoe heb je zelf persoonlijk de crisis ervaren? Veel thuis zitten, Veel thuis zitten, veel vanuit huis werken een beetje 3 fases voor mezelf. En in relatie met het werk ook. De eerste fase was het gewoon heel veel doen, communiceren naar het publiek toe over annuleringen, over de situatie, communiceren naar medewerkers toe, overleggen met collega's, et cetera, et cetera. En toen dachten we nog, misschien kunnen we 1 mei weer starten, toen werd het 1 juni, toen werd et cetera. En toen na een aantal weken kwam bij mijzelf ook een fase van, dit gaat wel eens heel lang duren misschien. Ja. En een beetje, dat sloeg ik wel een beetje naar binnen ook hoor. Ja. En de laatste paar weken gaan we weer wat meer vooruitkijken. Daar kom ik zo wel even op terug. Ja, dat is prima. Want wat is nu de impact op je hele organisatie? Nou, de impact is enorm. 12 maart zijn we dichtgegaan. En ik zeg wel eens, de entertainment sector, de theatersector, is als eerste dichtgegaan. En gaat waarschijnlijk als laatste weer in alle normale omstandigheden open. Voordat er weer 800 mensen in de zaal van Agnietenhof mogen zitten, zijn we denk ik echt nog wel even verder. Maar kijk, we hebben het zwaar. We vallen zware klappen. We hadden heel veel mooie uitverkochte voorstellingen staan die allemaal of niet door kunnen gaan of verplaatst worden. Maar er zijn natuurlijk heel veel sectoren die het zwaar hebben. Ja. De horeca hier in de binnenstad heeft het knetterzwaar. Ja. De middenstand hier, et cetera. Dus
Ik zit hier niet om te klagen over specifiek de theatersector of de cultuursector, maar daar ben ik natuurlijk wel van, dus daar heb ik het over. Helder. Maar ik ben me ook bewust dat het de hele samenleving enorm hard raakt. Ja. Welke maatregelen heb je zelf genomen voor je organisatie, maar ook voor de mensen? Nou ja, de maatregelen werden ons natuurlijk grotendeels ook van buiten opgelegd, de overheidswegen. Helder. We mochten onze kernactiviteit is gasten ontvangen. Ja. En artiesten en publiek en daar mooie avonden voor verzorgen, mooie voorstellingen, et cetera. En cursussen in Zinder en alles en nog wat. En van de ene dag op de andere stond dat helemaal stil. Dus de maatregelen die vooral treft zorgen dat je medewerkers goed aangehaakt blijven, goed geïnformeerd blijven over de stand van zaken, zich ook veilig voelen en gezien. Maar wij konden eigenlijk niks meer doen. Dus we hoefden in eerste instantie ook niet bezig te zijn van onder welke omstandigheden kunnen mensen nog wel veilig werken. We zijn gelijk overgeschakeld op thuiswerken. Ja. Echt, als je alleen mensen die echt per se in dag niet of aanwezig moesten zijn of in Zinder, bijvoorbeeld om een paar uur per dag de telefoon aan te nemen voor bezoekers die vragen hadden, die waren aanwezig, de rest allemaal niet. Dus ik heb ook grotendeels thuis gewerkt. Ja. Nou zijn de maatregelen wat versoepeld. Hoe krijg je nu geleidelijk aan het een en ander weer op de rit? Nou ja, als ik toch even terug mag, waar ik wel trots op ben en ook heel trots op mijn eigen medewerkers en de hele organisatie, hoe snel we geschakeld zijn naar wat er wel kon terwijl we dicht waren. We hebben de serie Thuis met Agnietenhof gedaan, prachtige registraties op het podium van de grote zaal, lege zaal. We hebben artiesten als Frans Duits, Kielke van Buren hebben daar opgetreden. Dat was voor iedereen live te zien, gestreamd via YouTube en via onze website. We hebben concerten hier buiten Zinder gedaan. We hebben concerten gedaan bij zorgcentra in Tiel, wat erg gewaardeerd werd, et cetera, et cetera. Onze docenten vanuit Zinder zijn heel snel geschakeld naar online lesgeven. Dat wil ik toch even, wat we nu weer kunnen doen, langzaam vooruitkijken. En we zijn al begonnen, dat mocht, met de 1-op-1 muzieklessen hier in Zinder. Wel met alle voorzorgsmaatregelen, et cetera. En we hopen binnenkort ook weer te mogen starten met de groepslessen in Zinder. We gaan vanaf... Tot een beperkte hoeveelheid mensen dan? Ja, ook? Uiteraard een beperkte hoeveelheid mensen. Ja. Nou, daar is nog landelijk enige onduidelijkheid over. Is het nou 30 per gebouw of 30 per ruimte? Kijk, dit is een heel multifunctioneel gebouw. Als en de bibliotheek opengaat en het poppodium en de beeldende kunst en de cursussen, dan zijn er natuurlijk heel snel meer dan 30 mensen in het hele gebouw. Het is een enorm gebouw. Dat is niet werkbaar. Maar er is al een voorbehoud gemaakt dat nu in ieder geval het personeel hoeft al niet meer mee te tellen. Precies, dat scheelt al wel. Voor de Agnietenhof is maximaal 30 bezoekers is voor theatervoorstellingen absoluut niet realiseerbaar. Dan, als we dat zouden gaan doen, gaan we zwaar verliesgevend open. Ja. Misschien dat na 1 juli, als er 100 mensen mogen, als dat doorgaat, hè, dat is allemaal nog met een slag om de arm vanuit het kabinet, dat geeft natuurlijk wel wat meer ruimte. En we gaan daar zeker naar kijken. We zijn niet gewend om zomerprogrammering te doen. Maar we gaan natuurlijk een zomer tegemoet dat meer mensen dan nooit gewoon thuis zullen zijn. Ja. En we beginnen vanaf 5 juni wel weer met film. Dus Filmtheater Agnietenhof gaat wel starten. En hoeveel mensen kunnen daar dan terecht? 30. Ja, dat is ook heel weinig. Natuurlijk. Nee, maar er zijn twee belangrijke argumenten waarom we daar wel voor kiezen. En het derde eigenlijk, we merken wel dat er behoefte aan is. Dat mensen graag ook weer naar de film willen. We denken daarmee aan de behoefte te kunnen voldoen. Twee is, film is financieel veel makkelijker te realiseren. Ja. Je kunt de film voor lage kosten kun je die huren. En je hebt ook minder personeel nodig om het te vertonen. En heel essentieel is ook De beleving van naar film kijken is al individueler natuurlijk. Het licht gaat uit. En, terwijl theater gaat over interactie tussen artiest en publiek. Je moet je voorstellen, in een grote zaal, een cabaretier die staat voor 30 mensen. Ja. Dan hoe houden jullie financieel het hoofd boven water? Want dat is natuurlijk ook nog wel een klein dingetje. We krijgen stevige klappen. Ja. En we lopen veel inkomsten mis. De schade loopt niet alleen de voorstellingen, de recettes die we mislopen, maar ook geen horecainkomsten meer in de Agnietenhof en Zinder, verhuringen die geannuleerd zijn, et cetera. Evenementen van amateurgezelschappen geannuleerd of doorgeschoven naar 1 of 2 jaar later. Dus we lopen veel geld mis en we zijn nu druk bezig, samen ook met de wethouder en met de gemeente. Hoe kunnen we bij andere overheden, zoals de provincie en het Rijk, zorgen dat die meedenken over
de culturele infrastructuur ondersteunen. Ja, want feitelijk is de cultuursector niet echt overbevoordeeld in politieke zin, hè? Ja, ik ben wat voorzichtig om me daar heel expliciet over uit te laten als je het niet hoeft, erg vindt. Dat hoeft ook niet. Enerzijds heb ik niet zoveel met het geklaagd over, waar ik net al in het begin mee zei. De minister heeft 300 miljoen voor de sector toegekend. Maar het belangrijkste daarbij is, het overgrote deel gaat naar de gezelschappen daarvan. En naar monumenten en niet naar de podia. Dus ik hoop van harte met name dat de provincie Gelderland bereid en in staat is om ons, de belangrijke regionale podia, want je moet niet vergeten, de Agnietenhof met name, heeft voor een hele grote regio van de provincie Gelderland een heel belangrijke functie. Ja. En er zijn een paar van de theaters in de provincie die niet in Arnhem en Nijmegen zitten, maar wel in de Achterhoek of de Veluwe of Rivierenland heel veel mensen bedienen. Ja. En ik ben niet direct bang dat we om gaan vallen of zo. Dat is niet de primaire zorg. Mijn zorg zit eerlijk gezegd meer ook, hoe gaat het volgend seizoen eruit zien? Nou, dat is de laatste vraag. Ja. Dat is mooi. Wanneer verwacht je dan ook weer business as usual? Ja, niemand weet dat. Ja. Het is ook een beetje zoals Mark Rutte in een van zijn eerste persconferenties zei. We nemen nu soms beslissingen die 100% gevolgen kunnen hebben, terwijl je maar nog geen 50% van de informatie hebt. Dus een beetje koers in mist. Niemand weet of wij op 1 september onder normale omstandigheden open kunnen. Eerlijk gezegd zijn er maar weinig mensen die dat verwachten. En normale omstandigheden bedoel ik dat alles weer mag. Ik denk dat we nog een tijdje rekening moeten houden met beperkende maatregelen. En dat betekent dat in onze zalen veel minder mensen mogen in de 1,5 meter context dan normaal. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld alle financiële onderhandelingen met producenten en gezelschappen weer opnieuw gevoerd gaan worden. Want de recettes die afgesproken waren. Er stond een prachtige programmering voor komend seizoen. Maar dat betekent feitelijk veel meer werk voor veel minder inkomsten. En ook veel meer onderhandelen. Ja. Ook weer over niet hoger, maar minder. Ja, maar dat veel meer werk, weet je, dat werk doen we graag. Want als we iets willen graag, is weer van betekenis zijn voor het publiek. Weer open gaan. Wat me echt pijn doet steeds, is als je hier in de gebouwen bent en ze zijn dood en stil. Terwijl het gebouwen zijn die bedoeld zijn om te bruisen, om te leven, om mensen te inspireren, om te ontmoeten. En dat ligt helemaal stil en dat is erg jammer. Ik ga je bedanken voor dit gesprek. Heel veel succes wensen en dank voor de gastvrijheid. Graag gedaan. Sterkte. Dit was Regio TV aan tafel Rivierenland. Hartelijk dank voor uw aandacht. Wilt u ons blijven volgen, dan kan dat natuurlijk via onze website www.regiotvtiel.nl. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.